bij deze nieuwe video. Vandaag een video die jullie echt het meest aanvragen. Deze video is echt, ik krijg volgens mij echt zeker 5 keer per week de vraag: Sarah, neem een make-up stash video op. Ik heb al zo een video 1 keer gemaakt, een tijd geleden. Volgens mij heb ik hem al 2 keer gemaakt, als ik het goed heb onthouden. Maar in ieder geval sowieso 1 keer. Dat was sowieso echt een jaar geleden of zo. Mijn make-up stash is heel erg gegroeid. Dus alles is nou een beetje anders. Over het algemeen is de opbouw van alles nog wel gewoon hetzelfde, maar gewoon heel veel meer producten. Dus ik dacht, aangezien het ook weer zoveel werd gevraagd, ik ga weer gewoon een make-up stash video maken. Want ja, veel mensen willen dat kennelijk zien. Ik zelf vind het ook altijd leuk om naar make-up stash video's te kijken. Dus ik snap het echt totaal. Wel moet ik echt even erbij vertellen. Ik heb zoveel make-up omdat ik make-up video's maak. Dus ik krijg veel make-up. Ik koop veel make-up. En dat doe ik echt omdat ik ook vooral een review kanaal ben. Als je mij al een tijd volgt, weet je ook, ik maak heel veel video's waarin ik make-up test, first impressions en dat soort dingen. Dus elke keer komen er weer make-up collecties die ik dan weer moet hebben om er een video over te maken. Dus dat is de reden dat ik zoveel make-up heb. Obvious kan ik niet alle make-up zelf gebruiken, want het is gewoon way too much. Wat doe ik met alle overige make-up? Alle make-up die te oud is, gooi ik weg, want die kun je gewoon niet meer gebruiken. Make-up die nog in de verpakking zit, gewoon helemaal nieuw en die ik ook niet ga gebruiken, doe ik altijd in mijn 800 winacties die ik altijd heb. En make-up die ik al heb gebruikt, misschien 1 keer of geswatcht of wat dan ook, maar niet meer echt gebruik, die geef ik aan mijn moeder om weer uit te delen aan andere mensen. En wat ik hou, hou ik gewoon en dat gebruik ik ook gewoon. Ik wissel ook heel vaak af in mijn video's. Ik ben niet een persoon die altijd de same old make-up producten gebruikt, puur omdat ik gewoon ook wil afwisselen in mijn video's. Ik wil niet elke keer dezelfde foundation gebruiken, dezelfde concealer. Ik wil ook, weet je, ook een variatie laten zien. Dus ben je benieuwd naar mijn beauty room en mijn make-up stash? Dan blijf vooral even kijken en vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Nou, we zijn nu overgeschakeld op mijn vlogcamera en hiermee ga ik de make-up stash laten zien. Ik wil wel even eerst van tevoren vertellen, het is een beetje een bende, because I've got a lot of shit en niet genoeg plek, dus bear with me. Ik wilde niet de make-up stash video heel te uitstellen, omdat ik elke keer vond, nee, het is een troep, het is een bende, bla bla. Het wordt toch niet opgeruimd, dus beter maak ik gewoon de video vandaag, dus bear with me. Maar ik ga dus gewoon even nou alles laten zien. Nou, dit is dan waar ik altijd mijn video's opneem. Daaronder zit alle make-up die ik echt vaak gebruik. Dus die zitten gewoon altijd hier naast mij, zodat ik ze gewoon makkelijk kan pakken. Hier heb ik een ladekast en hier zit basically alle make-up in die ik niet gebruik. Of ik vind het slecht, of de kleuren zijn niet goed, of ja, whatever. En dan heb ik hier de hoge kast. Hier zit altijd alles in voor de winactie. Daar wat Halloween shit. En hier zijn mijn oogschaduwpaletjes en zo. Dus dat is een beetje hoe alles hier is opgebouwd. Ik ga eerst beginnen met alle make-up hier die ik gewoon altijd gebruik. Oké, ik begin eerst hier met wat echt op mijn bureau ligt. Hier zijn sowieso alle kwasten die ik gebruik van mijn eigen kwastenlijn. Sarah Marie Cosmetics, of course. Link staat in de beschrijving. Hier zijn al mijn haarspullen. Dit gebruik ik altijd voor mijn haren. Wat haarspray en wat, ja, gewoon wat shit. Hier zit nog meer make-up producten. Ik heb hier al mijn gezicht, serums en zo. MAC Fix Plus, een micellair water, mijn dagcreme, wat pinsetjes en zo. Dus gewoon, ja, allemaal prul. Hier heb ik 2 poeders staan, 2 losse poeders. Hier is mijn extra lens. Ik heb hier een lens en dit is de kleine lens. Hiermee doe ik altijd inzoomen. Nou, dan wat hebben we hier? Hier heb ik allemaal gekleurde eyeliners. Blauw, roze, glitter. Dit zijn allemaal van die glitter eyeliners. Hier heb ik allemaal lipglossjes, essence hier. En hier heb ik allemaal mascara's. Van hier tot hier zijn allemaal mascara's. En dan hier heb ik al mijn normale zwarte eyeliners. Hier heb ik een aantal van mijn liquid lipsticks. Want mijn la was helemaal vol. Dus heb ik er gewoon een aantal hierin gedaan. Nou, dan ga ik eerst beginnen hier met de linker lades. Dit is de eerste. Deze is een beetje overvol. Ik heb hierin al mijn losse poeders, Revolution, Catrice, van alles. Hier zitten al mijn concealers. Echt letterlijk alle concealers die ik altijd gebruik zijn allemaal hier. Revolution, Fenty, echt van alles. Volgens mij is ze niet aan het scherp stellen.
En hier zijn al mijn foundations. En dit zijn al mijn gezichtsprimers die ik vaak gebruik. De veel te dure Garnier. Ik heb hier van Max & More. Deze vind ik heel erg fijn. Benefit. Ook hier wat Benefit foundations. True Match foundation. Maybelline Fit Me. Gewoon alle foundations die ik vaak gebruik. Hier ook eentje van de Pri. Die is ook echt super fijn. En hier is wel echt iets te vol eigenlijk. De la eronder. Die is ook aardig vol. Hierin zitten al mijn pressed poeders die ik altijd gebruik. Hier van Benefit die ik echt in like elke video gebruik. Hier zijn alle blush paletjes en zo. Hier van Benefit, heel erg cute. Ik heb hier van Revolution, hier van Essence. Gewoon allemaal van die grote paletjes. En hier zijn dan alle blushes die ik vaak gebruik. Ik hou van blush, dus ik heb er een heleboel. Van Root Cosmetics, MAC Cosmetics, Benefit hier in het klein. Ethos Blush, Milani Blush. En hier heb ik nog een aantal kleine blush paletjes van W7. En hier van Elf. Die van Elf is ook echt super duper cute. Dus ja, gewoon allemaal blushes die ik gewoon echt vaak gebruik. Dan de la daaronder. Hier zijn allemaal cream contourkleuren van Huda Beauty. Deze is van O2O van AliExpress. Ik heb hier een Revolution Concealer waarmee je contour. Hier zijn alle goede contourpaletjes van NYX, Revolution, Ethos. Deze gebruik ik gewoon heel vaak. En hier zijn al mijn bronzers. Ik hou van bronzer. Ik brons mijn gezicht echt altijd en ik hou ervan. Dus ik heb hier al mijn favo bronzers. Obvious MAC Give Me Sun is mijn toppertje. Ik heb hier van Fenty Beauty, Too Faced, hier ook van LOV. Maar LOV wordt niet meer verkocht, dus die moet hier uit eigenlijk. Van BH Cosmetics, Milani, Revolution, NYX Cosmetics. Hier eentje van de Pri die ik ook echt toppie vind. Van Max & More, Benefit Hoola, echt van alles, alle soorten bronzers. By the way, alles wat te maken heeft met mijn beauty room zet ik in de beschrijving. Dus ook al deze handige pakjes, die zet ik allemaal in de beschrijving. Alles is van de IKEA. Dan hebben we hier de troepla met al mijn nep wimpers. Oh my god, ik heb er echt een heleboel. Het zit echt helemaal vol. Als je mij al een tijd volgt, weet je, ik maak geen enkele look zonder nep wimpers. Dus ik heb er echt een heleboel. Echt toppie. En hier in de onderste la zit alle single oogschaduwen. Dus alles wat gewoon zo'n singeltje is. Zoals deze liquid oogschaduw. Meer liquid oogschaduw. Ook allemaal glitters. Al deze zooi zit allemaal hier in een bakje. Het is echt een heleboel. Ik moet het echt gaan opruimen eigenlijk. Maar ja, whatever. Ik hou echt van glitters. Kijk hoe mooi paars en zo. Dus ik heb echt een heleboel glitters voor elk soort look. Super, super mooi. En ook allemaal liquid oogschaduwen. Hier heb ik glitterlijm. En dan hier heb ik wat losse pareltjes. Wat gems. Die ik ook gebruik voor mijn looks. En ook wat chunky glitters heb ik ook hier. Nou, dan is het hier klaar. Dan gaan we over naar de volgende laag. Hier zijn al mijn lipsticks. Ook dit ding heb ik van de IKEA. Maar ik heb ze zo geknipt. Waardoor ik zo deze lipstickhouder dingen, hoe ik het ook moet noemen, kan gebruiken. Een paar dagen terug heb ik dus die erin gedaan. En nou is die helemaal vol. Dus nou heb ik ook voor de lipsticks plek tekort. Echt wat een luxe probleem is dit. Maar goed. Hier zijn gewoon al mijn lipsticks. Goed of slecht. Ik doe ze allemaal gewoon hierin. Kiko. Ethos. Max & More. Revolution. MAC, echt gewoon van alles. Ik heb ze niet echt gesorteerd op kleur of wat dan ook. Ze zitten gewoon random hierin. De la daaronder is de overvolle lipglossjes la. Hier zijn al mijn setting en fixing sprays. Die zitten allemaal hierin. Hierachter allemaal verstopt. Ik heb er ook weer een heleboel. Hier zijn al mijn lippencils. Dus allemaal van die dikke lippenpotloodjes. Ik heb ook hier een scrubje, een Ethos balmpje. Hier tot hier zijn al mijn liquid matte lipsticks. En hier zijn al mijn glossjes. Zoals je kunt zien is het echt overvol. Dus vandaar dat ik ook nog een paar hierin heb gedaan. Want ik hou van lipglossjes. Oh my god, ik heb er echt way too much. Dus ik moet echt meer plek gaan maken ook hiervoor. En ik heb echt van alles. Ik heb Jeffree Star,
AOA Cosmetics, W7, Essence. De matten van Essence zijn echt super duper fijn. Ik heb hier van L'Oreal. En colosjes hier van Bygelsha, W7, Ethos, echt van alles hier. Van Jouer Cosmetics, dus het is echt, ja, echt overvol. Hier heb ik dit hele handige ding en ook die is van de IKEA. En hier zijn al mijn lippotenloodjes van hier tot hier. Hier heb ik al mijn oogpotenloodjes, dat zijn allemaal deze hier. En hier is alles voor mijn wenkbrauwen, mijn Benefit Brow Pencil. Wat brow gels en zo. Hier heb ik al mijn brow poeders. Ik gebruik altijd die van Benefit. En deze van Wet n Wild. Zoals je kunt zien is die al helemaal hit pen. Hieronder verstopt zijn al mijn BB creams die ik nooit gebruik. Dus vandaar dat ze daar zijn verstopt. Hier heb ik al mijn oogschaduw primers. De concealer van Colourpop gebruik ik altijd als oogschaduw primer. Revolution Cut Crease ding. Mijn MAC Soft Ochre. Dus van alles. En hier zijn al mijn gel eyeliners van Max & Moss, Sigma, Essence, Maybelline. Gewoon van alles. De la daaronder. Dit is ook een beetje een troepla. Want hier zitten al mijn highlighters in. Zoals je al wel kunt zien. Hier zijn alle highlighter kleine paletjes. Die zijn allemaal hier. En hier zijn alle losse highlighters. En hier zijn al mijn liquid highlighters. Zoals je kunt zien. Van de Pri, van Bella Pierre. Hier van W7. En hier heb ik gewoon mijn favoriete highlighters. Zijn er ook echt een heleboel. Hier van MAC. Deze hier is ook echt super mooi. Ik ga hem even proberen met één hand open te maken. Deze is ook echt super mooi. Elf Revolution. Physicians Formula. Die is echt mijn favoriet op het moment. Bella Pierre, Essence, echt ook weer van alles. En in de onderste la zijn al mijn grote highlighter paletjes. Van Revolution, Anastasia, Huda, Anastasia, Catrice, Essence, Revolution. En dit is een Pussy Shop magnetisch paletje. En hier heb ik ook wat in zitten, gewoon random. Oh, ik zal ook nog laten zien hier op mijn bureau. Hier zijn al mijn haarbanden die ik altijd indoe. En hier heb ik wat wattenstaafjes. Hier moeten wattenschuifjes zijn, maar ze zijn op. Make-up remover en gewoon allemaal haarklipjes voor in mijn haar. Dan gaan we naar de slechte make-up kast, waar mijn moeke altijd in winkelt. Hier zijn gewoon allemaal wat kwastjes die ik niet gebruik. Een extra beauty blender. Hiermee worden mijn kwasten gewassen. En that's it. Nou, la 1. Dit zijn alle lipsticks die ik niet gebruik. Of de kleur is niet goed. Of gewoon de kwaliteit is niet goed. Zoals hier, die van de Hema vind ik echt vreselijk. Dit is echt de meest slechte lipolie ever. En ja, gewoon allemaal van alles hier van Ofra heb ik een metallic oranje lipstick. Nou, die gebruik ik echt nooit. Dus ja, een beetje dat. De la eronder. Hier zijn allemaal mascara's. Hier. Ik had hier een heleboel die ik niet gebruikte. Maar mijn moeke heeft er hier heel veel uitgehaald. Ik heb hier een Benefit Brow Pencil in de kleur Cool Grey. Nou, ik gebruik geen grijs. Dus die laat ik dan hierin. Voor het geval ik misschien een keer iemand moet opmaken die wel die kleur heeft of whatever. Hier zijn allemaal liquid eyeliner pennen. Hier zijn wat normale liquid eyeliners. Ik heb ook een aantal wenkbrauwproducten hier. En ja, that's it. Dan hier heb ik allemaal highlighters. Hier wat liquid highlighters die ik niet echt meer gebruik. Hier een fixing spray. Poeder. Hier heb ik een highlighter. Die is te donker voor mij. Dus weer wanneer ik iemand moet opmaken met een donkere huid, dan pak ik die. En hier zijn gewoon ja, allemaal blushes. Ook in de verkeerde kleuren. Wat cream contour dingetjes. Ja, van alles. En de la hier is ook weer overvol. Hier zitten alle foundations, concealers en primers die ik niet gebruik. Heel veel zijn gewoon niet mijn kleur. Ik heb hier 3 van Kat Von D. Die hebben ze mij allemaal gestuurd. Maar deze 3 kleuren matchen niet mij. Hier een heleboel van Revolution die ook allemaal niet mijn kleur zijn. Hier wat primers die ik niet echt gebruik. En hier ook weer allemaal concealers. Zijn of niet mijn kleur of ik vind ze gewoon niet fijn. Hier heb ik allemaal blush paletjes. Een fixing spray, een bronzer.
hier een glow paletje van Bella Pierre. Een blush paletje van Bella Pierre. Revolution Contour paletje. Ik vind die wel fijn, maar ik heb al die van NYX. Dus ja, het is echt voor NYX als ik ze allebei hou in één la. Hier een cream contour van W7. Die doe ik niet weg, want voor sommige video's moet ik een betaalbaar contour cream paletje hebben. En dan pak ik die. En hier heb ik ook schaduw paletje die ik niet gebruik. Essence blush en highlighter paletje die ik niet zo fijn vind. En wat liquid oogschaduwen. Hier en hier zit nog make-up die ik nog moet gaan gebruiken voor een video. Dus die ga ik nog niet laten zien. En hieronder is gewoon wat extra spul. Wat wattenschuifjes die ik nou moet aanvullen. Een make-up bag. Gewoon allemaal extra aanvul shit. Nou, dan heb ik hier make-up voor winacties die ik nog niet ga laten zien. Hier zit allemaal extra shit in voor make-up. Ik heb hier allemaal Halloween zooi. Zoals hier heb ik een face paletje. Ik heb hier nep bloed, spinnen, bloemetjes. Ja, gewoon allemaal van alles voor extravagante make-up looks. Dan de oogschaduwpaletten. Dit is de la met de dure oogschaduwpaletten. Hier zit elk paletje in wat iets meer kost dan wat je zou willen. Ik heb hier een Morphe 35M paletje. Dit is in principe best wel betaalbaar, maar Morphe valt niet per se in de betaalbare categorie. Dus vandaar dat die gewoon hier ook zit. Ik heb hier het hilarische pizza paletje. Super cute. Had ik ook een video over gemaakt. Hier ook allemaal paletjes. Dit zit allemaal daar. Ik heb hier van Jeffree Star Alien paletje. Ook een heel leuk paletje. Ik heb hier het Queen Darcy paletje. Ook leuk. Ik heb hier twee van Anastasia. Urban Decay. Jouer. En Urban Decay weer. En hier Huda Beauty. Dus ja, deze zijn allemaal gewoon een beetje duur. En dan hier de overvolle betaalbare oogschaduwen. Die heb ik een stuk meer, zoals je kunt zien. Ik heb hier een paletje van BH Cosmetics. Ik heb echt een hele boel van Revolution. Ik heb hier al hun kleine paletjes. Ik heb hun chocolade paletjes, zoals je allemaal kunt zien. Het is echt één zooi gewoon. Ik heb hier allemaal van W7. Ik heb hier ook wat glitter paletjes. Het is gewoon echt een heleboel. Het is echt way too much gewoon. Oh my god. Hier ook allemaal Revolution. Revolution. Allemaal Revolution. Dus dit moet ik ook even gaan ordenen. In de la daaronder zit al mijn Action Max Amore make-up. Omdat ik altijd video's maak voor hun Instagram en zo, heb ik dus al hun make-up. En ja, that's it eigenlijk. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn hele make-up stash. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Het is wel een beetje een bende omdat het zoveel is en ik een beetje plek tekort heb. Maar het is wat het is. Hiermee moet ik het doen. Vond je de video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken en mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!